Hallo allemaal, vandaag ga ik een boekje lezen en het heet Mijn Hondje. In de tuin zit Snuf de hond. Vanuit zijn hok kijkt hij eens rond. Hij zit zich vreselijk te vervelen en besluit om te gaan spelen. Wap, wap. Gaan jullie even zitten? Zo. Wat is er in het gras te zien? Zijn er andere beestjes misschien? Snuf gaat kijken bij de zandbak. Daar ziet hij een kever en een slak. Ja. Zie je dat? Ja. Kijk. Een kever en een slak. Een kever en een slak. Zou de auto harder gaan? Snuf duwt er tegenaan. Die is snel, denkt Snuf verbaasd, terwijl de auto over het tuinpad raast. Kijk, hij heeft een auto gevonden. Zie je dat? Gaat hij een duw geven? Joep, zo. Gaat hij duwen. Dan gaat hij heel hard rijden. Dan hoort Snuf opeens miauw. Een poes, denkt Snuf, die pak ik gauw. Maar de poes is in de boom geklommen. Snuf kan alleen maar naar haar grommen. Ja. Die poes zit in de boom. Ja, een poes is een monster. Nee, de poes is geen monster. Nee. De poes is gewoon lief. Ja. Dan komt er een jongen aan. Het is Snufs vriendje Daan. Snuf rent met een vaart naar het hek en kwispelt dat zijn schaar staat. Ja. Kijk, dat is een vriendje. Ja. Zijn vriendje Daan. Hoi, een bal, denkt Snuf blij. Dat is leuk speelgoed voor ons allebei. Snuf wacht tot Daan de bal gooit. Daarna brengt hij hem terug. Dat verveelt nooit. Kijk, gaat hij met Daan spelen, met de bal. Dat was een grappig boekje van Snuf. Dat hadden we.